Yo, Themekijkers. Themen is een shop waar je dierspullen kunt kopen, kleren, spullen, speelgoed. We hebben een paar spulletjes gekocht, maar het is een webshop, Themen. En ja, ik heb het al net gezegd, daar kan je spullen kopen. We hebben een paar gekocht. We zijn trouwens niet gesponsord. YouTube wordt niet kwaad, alsjeblieft. En we gaan een review doen over de spullen. De eerste spul is, is dit. Wat zijn we nu? Ja. Dat is een ding, dat is elkaar ronddraaien en dan komt een spulletje uit. Dus we gaan die zien. Plastic er even af. Oei, in de ene keer. Dat is goed, hè? Snap je? Goed, hè? Goed. Dus dit is een ding, kun je aan het draaien. En deze moet eerst open gedaan worden. Ik ken mij gewoon dat kieken niet handig. Oh! Deze kan ik ook open, gewoon dat stiekem doen. Oh, ik zie het al. Je kunt dat hier open doen. En je kunt hier aan draaien, dat gaan we nu doen. Oh, er is iets uitgekomen. En het is een dinosaurus. Zat zo erin. Leuk. Nu gaan we nog eentje open doen. Ah ja, natuurlijk. Er zit 6 erin, dus leuk. En het is een leuk donut konijntje. Ja, een donut precies. Dat nog niet helemaal is opengemaakt. Lekker! Ik ga nu draaien, want ik moet nog 4 doen. Ja, ja, ik ben een kieke. Maar niet zo domme kieke. En het is een... Eenhoorn. Leuk. We halen het er even uit, zoals altijd. Super leuk. Oh, je kunt het op een potloodje zetten. Dus, dat is leuk. Nu nog 3 te gaan. Wine. Oh, wine. Ja, wine. Nog een eenhoorn. Ik ga het terug er even uithalen. Nog naar beneden. Ik denk. Ja. Dus nog 3 te gaan. Ja, ja. 2 te gaan. 2, 3. Oeh. Ja, let's go, man. Het is een komijntje.
Leuk, hè? Leuk, hè? Leuk. Ik moet even uitzoeken, niet nog eentje te gaan, dus... Hoppa! Hoppa, kamasta. Oeh, het is een nond. Een leuke nond, zeg. Ah, maaikes. Even open doen. Niet laten vallen, Lode. Een nond, zeg. Een nondeke. Oh my god. Oh my god. En dit is toch leuk, want je kunt deze ook eens op je potlood zetten. Leuk, ja, leuk voor je potlood, leuk voor je eigen. Het is een soort van speelgoed ook, want je kunt het mee spelen, je kunt er draaien. Deze moet je naar beneden duwen, kan je erin steken. Dus, en dan draai je gewoon één keer, of twee keer, drie keer, vier keer. Dus. En hoppa, je hebt hem ermee nodig. En nu gaan we aan de volgende beginnen en het is precies een mystery box en dit is de volgende. We hebben nog heel wat om pak te doen, snap je? Een pak van Kerstman, Sinterklaas, wie weet je wel. Paasjes, voor paasjes. Maar, dus dit is voor cadeautjes. Oh, leuk! En dus nu gaan we een cadeautje uitpakken. Allee. Ik zou zeker een kerstding uithalen, want ik verzamel kerstdinges en het is... Hallo, bruintjes kom. Het is een leeg kerstel. Toelala. En die is van 6 euro trouwens. Ik denk dat dat wel veel is tegenwoordig. Of nee, toch niet, want kerstelven kosten meestal nog duurder. Dat is trouwens ook nog 6 euro. Kerstelven is goed, dus spreek wel dat denk ik toch, hopelijk. En we hebben een panda gekocht van 2 euro of 3 euro. En een Lego panda van, het is zo kleine legotjes, niet zo grote. Je denkt dat dat groot is, maar nee, die is groter dan, allee, kleiner dan mijn hoofd. Dus deze zou ook nog goed komen, want ik heb nog een paar kleintjes, dus dat is wel moeilijk. Ik moet het zelf eens kopen. Ja, en dan denk ik dat dat ook goede kwaliteit is. Ah ja, het is Lego, het is van China, dus mijn China. Dus. Ik kan af en toe fake zijn. Ik zei toen dat ik van kerstmis houden. Kijk wat ik heb bijgekocht voor ook 6 euro. Voor dezelfde als de kerstmis. Allee, kerstdingen, maar hij komt er wel voor. Ook zo kleine legotjes. En deze keer is het ook van China weer. Het is een kerstman. Het is wel een beetje verschuilig, dus. Dus dat is minder als kerst. Let goed op, hè. En de dingen is nog één ding. Een paar dingen nog. En dat is een Lego zakje. Maar daar moet je zo'n boek van maken van Harry Potter, denk ik ongeveer. Ik kan het er nu niet uithouden, maar anders. Of toch? Wacht even doen. Ik heb mijn rode kieken onhandig. Je hebt plakkers erbij gekregen. En wat? Het kan worden. Dus zo'n boek. Deze kant. Zo'n boek. En de binnenkant zo van huisje. Het is van een Harry Potterke. Dus. Ja, het gaat geld gekost waarschijnlijk. Het heeft 12 euro gekost. Ja, dat is wel goedkoper, maar ik verschiet er niet van. Harry Potter moet duur zijn, dus. Allee, het moet niet van mij, maar mag je. Het is denk ik ook goede kwaliteit, want het is van. Wacht even checken. Het is van echte Lego, dus. Of nee, wat noem je het? Nee, het is toch niet van echte Lego, dus. Dus
daarom is het ook goedkoper, dus het kan ook slechter zijn. Dus een beetje blij. En de dingen, ja, nog een klein zakje van Legootje is van Minecraft. En we zijn zo bijna klaar. Zo, we zijn helemaal klaar. Dus dat is van Minecraft. Dat ook, dat is de skelet. Deze naam kan ik niet meer herinneren, maar het is een sterkste beest. Nee, de sterkste beeld. Ja, goede kwaliteit, toch? Dus dit gaat wel mee door. Goede review zal ik daar hierover zeggen. Dit is 5 sterren. Nu gaan we. De beste, en we hebben een mystery box gesteld van Fidget Toy. We moeten geen zitten, dus nu kan ik even uitpakken en het is deze. Oh, het is deze. Misschien kennen jullie dat niet. Het is een astronaut. Ik heb dat ook eens gekocht van Squid Game. Nee, spijt dat ik dat nog niet gefilmd. Maar kijk, als je... Kijk, we hebben een bord even gepakt. Kan jij dat beter zien? Zo, kan je dat zien? En je doet zo. Komt. Allee, ja. Komt altijd recht. Dus dat is al een goed ding. 1 ster, want het komt niet altijd recht. Dus, allee, 3 sterren. 3 sterren dus. Oh, het komt wel recht. 5 sterren dus, sorry. En we pakken... Oh! Een mini Rubik's Cube. Je kunt het gewoon draaien zonder moeite. Dus ja. Dus goede kwaliteit. Je kunt het perfect draaien. Dus ook goede sterren. En we pakken nog eentje. Oei. Precies niet goed, dat was aan mij. Ik heb een mannetje gekregen. Zijn hoofd kan je inpoppen en uitpoppen. Je kunt dat zo draaien, zijn arm. Wacht. Ik ken dat niet goed. Je kunt dat laten draaien. Goed. Je kunt alles bewegen. Dus. Als je veel stress hebt, kun je dat gebruiken. Maar ik heb stress om abonnees bij te krijgen. Snap je? We zitten bijna bij de 300 abonnees. Kom maar, nog 30 abonnees. En ik heb een nieuwe giveaway. Dus dat is ook een goede ding. Je kunt met gemak draaien. Maar met grote handen. En dus. En we hebben hier een fidgetje, een poppet, gewoon een poppet met wit en oranje, mijn lievelingskleur, oranje, als jullie dat willen weten. Ja, een sleutel aan je hangen. Je kunt een sleutel aan je hangen en je kunt er in- en uitpoppen, zoals altijd dus. Ook een goede ster en we hebben nog een heel stukje te doen. Oh, dat soort dingen, je kunt dit doen. En dan kun je dat heel dat doen. Ook goed. Het is paars. Maakt niet uit dat dat paars is. En we pakken een balletje, een blauw bal. En je kunt dat zo normaal draaien. Zo. Ik kan het laten stoppen. Nog een poppet. Dat je ook nog als sleutelhanger. Dat is een zakje. Oh, waar is dat? Oh, kijk. Ik kan het niet goed zien door de plasticje, dus. Mensen, abonneer even als je het even open doet. En het is een haaitje. Stretchy.
goed. Oei. We hebben een kikker gekregen. Ik heb een bord gekregen. Dus ik kan nu gewoon duwen. Oei. Bye bye. Slaap wel. Het wil altijd nog goed zeggen. Slaap wel als je valt. Oh, dat is zo'n knikkertje precies. In zo'n ding. Allee, ja. In zo'n stof. En dan kan je gewoon zo doen heel tijd. Dus, hè. Ook goed. Dus, en nu, we hebben nog, ook goed, een rooi balletje met zo'n rode corona. Hij staat echt goed, als je goed kunt zien. Ja, we hebben niet een brede tafel, dus ik kan dat niet goed laten zien. Oh, het is een eenhoorn, zo lang. Je kunt dat zo doen. Je kunt het zelfs weer aan het touwtje doen door die gat. Sleutelhanger. Tjup. Dan nog eentje. Zelfde. Oh, je kunt je vingers daarin steken. Oh, dat wist ik niet. Wacht even. Even doen. Nee? Nee, mijn assistent heeft het weer fout. We zullen nog eentje open doen. En dan is het weer een rood balletje, hetzelfde. Ook een stuiterrukje. Oei. Dat is wel een vlakval. Hier nog een blauwe kikker. Allee, die nu gaat vliegen. Bye bye. Leuke kikkertjes. En we hebben nog een klein pakje. We hebben... Ik heb dat ooit eens gekocht en dat is keihard in mijn oog gekomen. Ja, ik leef nog. Je kunt dat zo uitdrukken. En ja, dat was goed. Ah. Oh, nog een paarse. Weet hetzelfde. Maakt niet uit. En dan kan je zo, kan je zo doen, hè. Leuk. Je kunt het ook zo doen. Met de twee. Maak lawaai. Bye bye. Je kunt. Oei. Oeh. Oeh, lala, ik heb er nog eentje. En nu ga ik het aan de andere kant laten doen bij mijn ouders. Oh. Eruit pakken. Oh, nog maar eentje. Wai, slechte paardje. Snap je? Oei, deze is een spinner. Je kunt dat zo laten draaien. Je kunt dat zo bewegen. Dus, goede kwaliteit. Alles is op. Dus al deze fidget toys. Wacht, mijn mama zegt even. Fidget toys? Ja, dat. Dat geef ik toch 5 sterretjes, omdat ja, niks is kapot. Allee, ja, je kunt het nog maken, dus. Deze, Lego, geef ik 4,5. Ja, deze weet ik nog niet. Dat weet ik ook nog niet, dus. En ja, dat weet ik ook nog. Allee, ja. Als het op verpakking zo al is, geef ik het al een 3. Moet het goed inpakken. Dus we worden dus zeker niet gesponsord, of anders heb ik alles een 5 gegeven. Deze, ja. Goede kwaliteit. Mits gaat er niet direct af. B gaat ook niet direct af. Niks gaat er direct af. Dus deze geef ik ook een 5. Een 5. Deze met al de cadeautjes geef ik een 4. Omdat er ook iets jongens moeten van zijn. Ja, zo. Er is alleen maar een hond en een dinosaurus voor de dingen. Dus zelfs in meisjeskleuren, ik ben wel een jongen dus. Dus dat geef ik een 4,5. Dus dat was alles. Dus deze allemaal te samen is bijna 4,5 of 5 sterren bijna allemaal. Allee, behalve deze twee. Dus...
kunt er ook sowieso in zo'n bezoekje gaan brengen om leuke dingen te kopen. Dus bestel misschien of niet zeker, mag je zelf kiezen met je geld wat je doet. Ik mag er geen probleem mee hebben. Dus, bye bye, adios, amigos.